Hallo, ik ben Winfried, master illusionist. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Behind the Magic. In het najaar sprak ik met Hans Kazan. Een leuk 1-op-1 gesprek over zijn 2 awards die hij het einde van 2021 won. Daar gaan we dus nu naar kijken. Veel plezier bij aflevering 80 van Behind the Magic. Tja, ik ben zelf al niet zo heel erg groot. Maar deze goochelaar, als die op een stoel staat, dan is die nog een stukje kleiner dan ik ben. En dat is Winfried. Nou Hans, leuk dat je even tijd voor me hebt. Ik moet zeggen, we kennen elkaar al heel erg lang. En het gaat eigenlijk 34,5 jaar. Tijd voor je dus. Nou, 34,5 jaar geleden was het omgedraaid. Ja. Toen was het NMU-congres voor de junioren. En daar werd ik Nederlands kampioen. Ja, dat weet ik nog. En toen stond ik op een stoel. De Leeuwenhorst. Nou, correct, inderdaad. En nu 34,5 jaar later, de Kira, mag ik jou vragen naar je carrière die maar door blijft denderen. En nu een mooie prijs. En eigenlijk, je krijgt die prijs omdat je eigenlijk je tijd ver vooruit was. Maar daar was je van op de hoogte. Ja, ik heb inderdaad in die tijd dingen gedaan. Zoals het uitleggen van goocheltrucjes. Wat toen destijds een soort ramp was. En waar iedereen overheen viel. Maar wat tegenwoordig heel gangbaar is. Je bent gewoon je tijd ver vooruit geweest. Ja, ik bedoel, YouTube, alle goochelaars hebben het geleerd. Maar dankzij jou, en ondanks dat je toen misschien veel ellende over je heen hebt gehad, is wel de reden geweest dat al die grote goochelaars van nu zijn begonnen door jou. Ik keek Renje Rot, Hans Klok keek Renje Rot, iedereen keek Renje Rot en zo zijn we allemaal begonnen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik heel veel gehoord in de afgelopen jaren en daar ben ik eigenlijk best wel heel trots op. Want dan denk ik, gewoon al die mensen die allemaal op de eerste plaats een geweldige hobby hebben gekregen, waarvan er nog eens een keer een heleboel echt bekende goochelaars zijn geworden. En dat ik daar een heel klein steentje aan heb mogen bijdragen, ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Ik ben heel trots dat ik ooit dat mocht kijken. En mijn magie is begonnen daardoor jou bij Richard Ros terecht gekomen. En is voor mij het balletje gaan rollen. En als je dan terugkijkt op je carrière, waar ben je dan het meest trots op dit moment? Heel veel waarschijnlijk. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen waar ben je het meest trots op. Ik ben niet zo groot trots op iets. Ik vind gewoon alles leuk. En er gebeuren al mijn hele leven lang, zolang ik met goochelen bezig ben, gebeuren er leuke dingen. Dan is er weer een nieuw programma. En dan is er weer een nieuwe theatershow. En dan ga ik weer een bijzonder optreden doen. En of die optredens dan in Nederland zijn of in een ander land of zelfs in de Rimboe heb ik goocheltrucs mogen doen. En dan denk ik, ja, dankzij dat goochelen heb ik zoveel mogen meemaken. Ik stond gisteren op Soerdijk bij Prinses Beatrix, ook weer voor dat soort dingetjes. En dan denk je, god, dat kan ik toch allemaal maar meemaken, dankzij het feit dat ik ooit met een lucifersdoosje wat trucjes heb gedaan. En als ik dan helemaal naar het begin van je carrière mag, waar we het er net even over hebben gehad, over goocheltrucs voordoen. Hoe is ooit dat idee ontstaan dan om voor televisie trucjes te gaan uitleggen? Nou, dat zal ik je vertellen. Toen Wendy en ik net getrouwd waren, toen hadden we eigenlijk helemaal niks. Ook geen geld om op vakantie te gaan. En toen had Wendy een oom en die woonde in Zuid-Frankrijk. En toen zeiden we dan, weet je wat, we lenen de auto van Wendy's broer. We rijden in die auto naar oom Harry in Zuid-Frankrijk. En die ontvangt ons wel de morgen wel een beetje verblijven. En dat is gebeurd en toen kwamen we daar. En toen zei die oom Harry, goh, wat doe jij? Ik zeg, nou, ik ben goochelaar. Afschrijf je, dat is leuk, want hier op televisie Monaco, dat kunnen we hier ontvangen. Daar is een goochelaar en die legt trucjes uit. En mijn zoontje kijkt daar altijd naar, die vindt dat geweldig. Dat zou je in Nederland moeten doen. En toen dacht ik, dat is het. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Toen waren er nog maar 2 kinderprogramma's. Stuive Zin van Lian Bremer en Renje Rot met Martin Brosius. Het programma van Stuive Zin, daar ben ik eerst naartoe gegaan. Maar toen zat daar een producent, Mieke Benda. En die zei, ja, maar ik wil het programma. Het is wel leuk, maar ik wil het anders. Ja, en ik was toen al stront eigenwijs. Dus ik zei, ja, sorry, maar ik wil het op mijn manier. En toen kwam ik bij Renje Rot. En daar hebben ze me met open armen ontvangen. En daar heb ik 7-8 jaar aan mee mogen werken. En dat was eigenlijk het begin van mijn televisiecarrière. Nou, dan wil ik je ontzettend feliciteren met de prijs die je gekregen hebt. Hier ligt vast uit. Even kijken hoor, hoe die erin zit. Ah, zo. Ja, die krijg ik denk ik niet. Ah, jawel. Hoe heb je dat gedaan? Ja. Prachtige prijs, want ik vind het mooi om een prijs te krijgen, maar dat het de prijs is die ook nog de naam van Fred Kamps draagt, ja, dat is voor mij als grote fan en bewonderaar van hem echt heel erg bijzonder. Nou, ik ben er heel blij mee. Dank jullie wel allemaal.
een hele grote betekenis geweest voor een enorme generatie mensen. En heeft daarmee het goochelen een plek gegeven in Nederland. Willen wij ons graag bedanken vanuit de NMU met de Gouden Speld. Wauw. Ik ben je en zelfs alle andere goochelaars zijn uit mijn generatie zijn super dankbaar dat jij ooit begonnen bent en je eigenlijk de ellende over je heen hebt laten komen, maar waardoor wij uiteindelijk hebben kunnen doen wat we hebben gedaan. Dus dank je wel daarvoor. Nou, met heel veel plezier. Dat doet mij helemaal heel goed en daar word ik een heel blij mens van. Hier word ik echt blij van dat je dit zegt. Dank je wel. Jij ook bedankt. Goed, tot zover deze aflevering van Behind the Magic. Aflevering 80 alweer. Over 2 weken zijn we terug, dus kijk dan weer. Rest mij 1 ding te zeggen. Add a little magic to every day. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye. Dit was een programma van Sosh Media.